Moeder waarom droppen wij? Een getuigenis van am. Waarom boeken gratis droppen voor een onbekende? Voor fervente lezers zijn boeken als onze kindjes. Waarom zijn we dan in staat, sterker nog, we kiezen ervoor uit vrije wil om onze kroost zomaar weg te geven zonder de garantie dat ze in goede handen terechtkomt? Wat bezielt ons? Wat drijft ons? Zelf ben ik in contact gekomen met het boekenjagersbegrip en de groep via een gedropt boek. Hoe kan het ook anders? Op wandel met mijn dementerende moeder zagen we plots op een zitbank een plastic zakje liggen. Het bevond zich op onze vaste rustplaats, dus nam ik het pakje op om opzij te leggen, in de mening dat twee mensen hadden afgesproken om op deze plaats iets uit te wisselen. Nieuwsgierig als ik echter ben, kon ik het niet laten om de persoonlijke boodschap er bovenop geplakt te lezen. Ha, een zwerfboek. Dat concept kende ik al. Mijn moeder stond er wat verweest bij, niet begrijpend wat er aan de hand was. Ik trachtte haar uit te leggen dat een nobele onbekende dit boek speciaal voor haar had neergelegd. Ze leek enorm onder de indruk en nam het boek teder in ontvangst. Is dit voor mij? Is dit mijn, mijn dinges? vroeg ze met een zeldzame glans in haar doorgaans lege ogen. Ja, mama, het is helemaal voor jou en voor altijd, kreeg ik er met enige moeite uit door mijn ontroering wegens deze uitzonderlijke opflakkering van communicatie en emotie. Maar je moet er wel in lezen, want iemand heeft het hier speciaal voor jou gelegd. Mijn moeder is nooit een boekenlezer geweest. Ze had er het geduld niet voor. Ze was een paar bladzijden in het begin van een boek, dan enkele in het midden en tenslotte de allerlaatste pagina's. Mijn moeder was een echte huisvrouw en mama: koken, wassen, plassen, voor de kindjes zorgen, poetsen, onderwijl zichzelf wegcijferend en wars van alle belangstelling voor haar eigen persoon. Ik ben graag thuis, meisje, gaan jullie maar zonder mij. Dit alles is echter voltooid verleden tijd. Ze verblijft nu in een woonzorgcentrum. Thuis wonen en voor haar zorgen werd te zwaar voor mijn vader. Omdat ze al in een vergevorderde fase van dementie zat, was het moeilijk in te schatten in hoeverre ze zich bewust was van deze enorme verandering in haar leven. Ze at, sliep en zat in de zetel vaak uren lusteloos voor zich uit te staren. Veel communicatie en herkenning bestond er niet meer. Soms dacht ze dat ik haar zus was, soms was ik de buurvrouw, meestal was ik een onbekende voor haar en keek ze met glanzeloze blik dwars door me heen. Wat er in haar hoofd omging, wist niemand. Heldere momenten waren schaars, emoties afgevlakt, woorden zeldzaam. Maar toen ze het zwerfboek vond. veranderde er iets in haar. Er verscheen een flikkering in haar ogen, een kortstondige glimlach rond haar mond, een ontspanning in haar gezicht. Ze was even terug een gelukkig kind dat een onverwacht geschenk te beurt was gevallen. Ze nam het boek liefdevol in haar broze handen terwijl we samen terug naar haar kamer wandelden. In haar zetel begon ze het boek te betasten, niet goed begrijpend wat dit groene ding eigenlijk was. Ik gunde haar de tijd om van haar geschenk te genieten. Ze draaide de harde kaft om en om, bekeek de tekening op de cover en las plots hard op de titel. De boeren van Ole. Ik kreeg een krop in de keel en tranen in de ogen. Ze las zowaar hardop en spontaan. We zagen haar enkel nog staren naar de reclamefolders en op vraag las ze af en toe een simpel woord. Ze herhaalde met een glimlach... De boeren van Olen. En terwijl ze me eerder beduust dan verweest aankeek, stroomden de tranen over mijn wangen. Mijn moeder is in de Kempen geboren en getogen, en dus zeer bekend met het stukje Vlaamse folklore rond de boeren van Olen. Sinds de onverwachte vondst van dit zwerfboek lezen we er bij elk bezoek in. We bekijken samen de tekeningen, we hebben een zeldzaam moment van communicatie en verbondenheid. De dochter... Is de voorleesmoeder geworden? De aandacht en tederheid die ik altijd van mama heb ontvangen, kan ik nu via het boek aan haar teruggeven. Zoals een knuffeldier gaat het boek overal met haar mee. Het ligt naast haar op haar nachtkastje, naast haar aan tafel, op haar schoot in de auto. Het boek is het enige dat ze echt beschouwt als van en voor haar. Het boek geeft haar rust. Maar ook vermaak, ontspanning, afleiding en op een eigenaardige manier evenwicht en zekerheid in haar leven en aan haar aftakelende geest. Waarom net dit boek? Wie zal het zeggen? Ik weet enkel dat het op het perfecte tijdstip ons leven binnenkwam. Het heeft ons mooie, onvergetelijke momenten en vooral soela's en houvast gegeven in moeilijke ogenblikken. Ondertussen is mijn mama overleden. Stilletjes uitgedoofd met het boek in haar buurt. De Boeren van Ole is echter geen zwerfboek meer. Voor eeuwig en altijd beslaat het een ereplaats in mijn boekenkast. Er hangen te veel herinneringen aan vast om het ooit te droppen. Het geeft me troost en steun, meer dan het best verkopende zelfhulboek ooit zou kunnen. Ik begrijp dat niet elk gedropt boek dit gevoel zal kunnen geven. Maar als het maar een klein beetje een verlichting kan bieden, een bescheiden glimlach op een gelaten voorschijn tovert, een aangenaam en verrassend ogenblik in je dag brengt, dan ben ik als dropper al tevreden. Ik ben ervan overtuigd dat sommige zwerfboeken een enorm verschil kunnen maken in een mensenleven. Mijn familie en ik zijn er het levende bewijs van. Dus moeder, daarom droppen wij.